Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag wil ik jullie vertellen dat ik er even momenteel eventjes uit is. Het komt omdat een groepje jongens de server hebben lastiggevallen en daardoor hij steeds ging crashen. Hij is helemaal gebot en zo. Maar ja, dat is gewoon heel vervelend. Dat is echt de eerste keer dat dat bij Ikref gebeurde volgens mij in 1,5 jaar tijd of zo. Ik wil jullie even vertellen dat er echt gewoon hele leuke dingen in de maak zijn wat ik voor Ikref ga doen. En ja, jullie hebben die video vast wel gezien, mag ik een GG in de chat, die ik samen heb gemaakt en met Bramfo. Nou, zoiets willen we dus ook gaan doen voor Ikreft. Jullie weten ook dat ik een keer een expose video over Ikreft heb gemaakt, wat in principe wel gewoon is opgelost. Dat was niet zozeer naar Ikreft toe, maar meer naar die persoon. Ook wil ik gewoon weer Ikreft Let's Plays gaan maken, alleen dat gaat weer gebeuren als de server aan is. En ze hebben echt hele leuke dingen toegevoegd in YouTube Creates. Dus ja, wees gewoon hype voor dat, want die kan ik gewoon aan jullie kijkers weggeven. Ook wil ik jullie vertellen, want ik zit nu, ja, aangezien ik nu even niet op Ikref kan. Nou, RKD en Ikref, die hebben een kleine samenwerking. Wij hebben ze ook even gepromoot in onze grote RKD Discord. Dus ik wil jullie ook even vertellen dat ik koning Malzahn ben. Dus het Malzahn linkje staat in de beschrijving als je mij wil versterken op RKD. Dus dat ga ik voor nu ook eventjes spelen, totdat Ikreft ook weer is. Dan doe ik dat er gewoon bij. Dus dan doe ik Ikreft en RKD. En waarschijnlijk nog iets met Prism. Dus dat staat momenteel op de planning. Ja, ik wil jullie gewoon nog even een paar leuke momenten zien. Laten zien van Ikreft toen ik mensen ging invisreden. Want dat heb ik super veel gedaan op Ikreft in map 3. En de reden waarom ik terug ben gegaan naar Ikreft, omdat het super erg op map 3 lijkt. En jullie kunnen zeggen, nostalgie kan je niet terugbrengen. Nou ja. Ik heb Kees van vroeger nog. Elvin kan ik zo ook weer in Infection krijgen. En Hackability, X-Tester, die YouTubers zijn er ook nog gewoon van map 3. En ja, er zijn gewoon hele nieuwe dingen toegevoegd. En ik vind het gewoon super nice hoe het er allemaal uitziet. En ik denk jullie ook, want de SO2 was best wel insane. Echt super veel mensen waren er, heb ik gehoord. Ik was het laatste uurtje. Dus drop even een like als support. Abonneer op mijn kanaal. We gaan naar die 3000 abonnees toe. Ik ben super hard aan het grinden. En dan, ja. Enjoy deze toffe Invis Raid clips. Let's go. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Jongens, er is hier een groot gevecht gaande tussen Mexicaantjes en Streef. Action. Ben je invis hier? Ja, ik ben invis. Ik sta buiten. What the fuck? Wat doet Hackability hier nou weer? Ik Oh, ben buiten gegaan, fuck. Dan heb ik ze. Willem, die volop. Mijn verschil. Kijk. Jezus man. Ben je niet veilig, denk ik. Niet mij inblokken, Willem. Er is een invisbeurtje, ik ben fucking bang dat hij me hoort. Jongens, ik wacht even totdat dit gevecht voorbij is, want ik vind het een beetje te gevaarlijk. Dus laat ik gewoon even kijken wat daar beneden aan de hand is.
Oh, waarschijnlijk kan ik in de base. Holy shit, dat gaat diep. Zou ik daar helemaal naar beneden gaan of niet? Dank je, jump wagen. Zou ik helemaal naar beneden gaan of niet? Hey, ik wacht de jump. Oh, ik ben er. Ik ben er. En ik hoop dat niemand hoort. Willem is daar. Willem is daar. Oké, okay, Willem killen of niet? Zeg het ben nu. Ik in de base? Wacht. Willem killen of niet? Zeg het nu. Ik zit vast, killen. Doen? Ja, ik zit vast, Kill hem dan. Fucking Willem. Is die Kera? Hi Willem. Oké, jongens. Focus Willem. Hij is dood, Kut, ik ben dood. Ben je dood? Ik ben nu echt dood. Ah, nuts. Maar je hebt wel tikkie Willem, easy. Gappel, al die gappels. Ah, fuck man. Ben je dood? Ja, ik ben dood. GG. Oh, Doe bro, alsjeblieft man. Je, waarom had je geen gappels bij je? Come on. Fucking Ayoub. Shit man. Moet ik een halve stack gappels uit mijn chest pakken, zodat ik ze dan wel aankom? Ja, probeer. Oké, ik heb nog een keertje. Ik kom er zo snel mogelijk aan. En alsjeblieft, je hebt een gratis stack apples.